Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het maandag. En het is niet zomaar een maandag, het is namelijk Oudjaarsdag. Dat klopt, dit is de laatste dag van 2018. Vanaf 12 uur vannacht is 2018 geschiedenis. Het was zoals altijd weer een jaar met zijn ups en zijn downs. Maar we hebben ons er weer doorgeslagen. En daar moeten we eigenlijk best wel trots op zijn, vind ik. Nou goed. Trouwens, wat vinden jullie van mijn nieuwe Adidas-pet? Ik heb deze pet samen met een andere pet gekocht als kerstcadeau. Nee, staat wel leuk, dacht ik zo. Een echte Adidas-pet. Nou goed, het is tijd om wat nieuws te gaan lezen. Michael van Gerwen vindt dat hij zondag in de met maar liefst 6-1 tegen 1 gewonnen WK-halve finale tegen Gary Anderson heeft laten zien dat hij op dit moment de beste darter is ter wereld. De Brabantse aanvoerder van de wereldranglijst vindt zelfs dat hij nog beter kan. Ik ben blij dat ik de finale weer heb gehaald, maar ook opgelucht. Ik wil hier niets laten liggen. Ik denk ook dat ik het verdiend heb. Ik heb zoveel shit over me heen gehad dit jaar, maar daar ben ik goed mee omgegaan, zei hij in Alexandra Palace in Londen. Er zit qua scorend vermogen nog wel meer in de tank. Dat hoeft er echter alleen maar uit te komen als het ook echt moet. Ik moet eerst gewoon de wedstrijden winnen. Ik ben wat dat betreft goed bezig. Van Gerwen doelde met die shit op de kritiek die hij te verduren kreeg. Hij werd op een aantal majors, waaronder de World Matchplay en de UK Open, al in een voortijdig stadium uitgeschakeld, waarna er hevig werd getwijfeld over zijn hegemonie. Ik ben blij dat ik de verwachtingen tegen Gary heb kunnen waarmaken. Er lag heel veel druk op mijn schouders. Ik denk dat ze nu allemaal wel een stapje terug doen. Ze weten wat ik kan, sprak hij. Ik reis heel de wereld rond om hier op de top van mijn kunnen te presteren. Ik had misschien wel 1 of 2 keer vaker wereldkampioen moeten zijn, maar dat is niet zo. So be it. Je moet je focussen op het heden en ik sta nu in de finale. Punt uit. Van Gerwen was superieur aan Anderson. Hij trok de eerste 5 sets in een mum van tijd naar zich toe en deed dat ook nog eens met een geweldig gemiddelde van 115 punten per 3 pijlen. Ik vind vernederend een te groot woord. Maar ik heb zeker wel een klein tikje uitgedeeld. Ik heb Anderson continu pijn gedaan. Hij bleef er maar achteraan lopen. Ik gaf hem niet de tijd om eens rustig adem te halen, vertelde hij. Michael van Gerwen neemt het dinsdag op Nieuwjaarsdag in de finale op tegen Michael Smith. Hij is niet van plan het maandagavond al la te laten maken en dan. En zal dan het vuurwerk in de stad aan zich voorbij laten gaan. Ik lig dan lekker in mijn bed een filmpje te kijken. Meer ga ik niet doen. Alleen de dingen die ik altijd doe. Ik ben een normale Brabander. Gewoon normaal. Dan doe je al gek genoeg, lachte hij. Ik weet niet of mijn familie nog langskomt. Misschien hoogstens mijn vrouw. Ik had vorig jaar nog mijn kind hier bij me. Hartstikke leuk hoor. Maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Voor hetzelfde geld wordt ze ziek. Dat kan ik niet gebruiken. Dit toernooi is heel belangrijk voor me. Maar ik heb een fantastische vrouw. Die staat pal achter me.
Ja, Rhino's, ik ben ook heel blij dat Michael van Gerwen door is naar de finale. En inderdaad, hij heeft Gary Anderson goed laten zien wie er de baas is. Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht van Mighty Mike. In ieder geval, laten we een paar nu jij reacties onder dit artikel lezen. Isaac Roroa antwoordt: Het is geen arrogantie, zo is Michael nu eenmaal. Hij zou nooit zeggen dat iemand anders beter was. Wel dat ze goed gespeeld hebben, alleen hij had zijn dag niet. Dat doet hij al zolang ik hem ken en fan ben van hem. En daarom is hij de nummer 1. Zo heeft iedereen zijn eigen filosofie. En nu op naar de finale. En vrees voor Michael. Welke Michael? Dat gaan we dan zien morgenavond. Fijne jaarwisseling allemaal. Jij ook fijne jaarwisseling, Isaac. En ik ben het met je eens. Zo is Michael nu eenmaal. Pavé antwoordt. Het was natuurlijk niet echt eerlijk. Anders moest ook nog tegen Djokovic tennissen in Abu Dhabi, las ik nu op een net op nu.nl. Prachtig. Piwi antwoordt: Dat heb je inderdaad, Michael. Wat een klas apart. Ondanks dat Gary niet zijn avond had, want ik had een echte clash verwacht, maar Gary haalde nooit zijn niveau wat hij kan halen. Wombat antwoordt: Ik hou persoonlijk ook niet van arrogantie, maar vergeet niet dat darten naast goed pijltjes gooien ook een psychologisch spel is. En dat speelt zich niet alleen af tijdens de wedstrijd, maar misschien ook vooral juist wel voor de wedstrijd. Het geloof in eigen kunnen is essentieel om te kunnen winnen. Ossie antwoordt hierop: Goed gesproken, jij zegt het. Nou goed. Morgen op nieuwjaarsdag kunnen we een nieuwe wereldkampioen darten kronen, Rhino's. Wie dat gaat worden, Michael van Gerwen of Michael Smit, dat zullen we wel zien. In ieder geval, als ik vanavond later nog wat te melden heb, dan laat ik het jullie weten. Zo, hier ben ik weer met wat meer nieuws. Tijd om het te gaan lezen. De Amerikaanse senator Elizabeth Warren wil meedoen met de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten in 2020. De democraat staat bekend als een progressieve politicus en een fel tegenstander van president Donald Trump. Warren publiceerde maandag een video waarin ze plannen aankondigt. Hierin spreekt ze over haar visie voor mogelijkheden voor alle Amerikanen, niet alleen de rijken. Dat is het Amerika waar ik voor vecht en daarom lanceer ik vandaag een verkennend comité, aldus Warren. Een verkennend comité is een organisatie waarin een kandidaat fondsen kan werven om de campagne te bekostigen. De 69-jarige senator heeft een grote staat van dienst binnen de Democratische Partij. Sinds 2013 zit Warren namens de staat Massachusetts in de Senaat. Ze is de eerste vrouwelijke senator van die staat. Warren overwoog enkele jaren geleden ook mee te doen met de verkiezingen voor 2016, maar zag daar toch van af. Ze werd ook genoemd als mogelijke running mate van kandidaat Hillary Clinton. Trump heeft Warren in het verleden meerdere keren Pocahontas genoemd. Daarmee verwijst hij naar de achtergrond van Warren. Die stelt af te stammen van de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent. Wat vinden de nu jij-reageerders van dit artikel? Laten we eens een kijkje gaan nemen, Rhino's.
Assurus antwoordt: geen idee of zij een goede kandidaat is, dat zal moeten blijken. Hopelijk komen er meer zodat het volk straks wat te kiezen heeft. Iemand die de puinhoop van Trump bij elkaar kan vegen. Van America Great Again is voorlopig niet veel te merken. Kan ik overigens niet erg vinden. Onder Trump zakt dat land wel erg snel weg in een moeras. Nou, ik kan je vertellen, Amerika is onder Trump heel diep het moeras ingezakt. Ze zit ondertussen diep onder de spiegel van dat moeras. Loda antwoordt: Trump noemt haar Pocahontas omdat ze af zou stammen van de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Ik vind dit nogal neerbuigend, nog los van het feit dat ik me afvraag waar iemand die dus oorspronkelijk niet uit Amerika komt, het lef heeft andere niet-Amerikanen de toegang tot Amerika te weigeren. Wat een verschrikkelijke hork. Ik weet nog niets van mevrouw Warren, maar iedereen is meer geschikt voor het presidentschap dan heer Trump, die het ambt te schande maakt. Daar ben ik het mee eens. Erik Albers vraagt: waarom vaak bejaarden? Doe eens een keer iemand van 40 tot en met 50. Inderdaad, de wat jongere kandidaten die zouden ook een goede kans maken. Ik bedoel, daar in Amerika moet je minstens 35 jaar zijn om president van Amerika te kunnen worden. Dus iemand die wat jonger is, net zoals wat Erik Albers zegt, iemand tussen de 40 en de 50, zou ook wel mooi zijn. Observator antwoordt: Warren is zeker een geschikte kandidaat, omdat zij een medestandster is van Hillary Clinton. En dus kan Trump makkelijk van haar winnen. Maar mogelijk heeft de Democratische Partij nog meer van dit soort droomkandidaat voor Trump in petto. Tja. Christo antwoordt: Warren wordt een drama voor de economie, voor de US. Anti-business, meer overheid, meer regelgeving en hogere belastingen. Het voorgaande impliceert geen loongroei voor de lagere en middenklasse en meer mensen afhankelijk van voedselbonnen. Precies zoals de situatie was in de 8 jaar van Obama. Over dat laatste hoor je natuurlijk niet in de media en overige progressieve eliteclubjes. Ik ben het niet bepaald eens met Christo's conservatieve standpunt over dit onderwerp, maar iedereen is vrij om te geloven wat ze zelf geloven, zal ik maar zeggen. En nu zullen jullie vast en zeker wel zeggen: oma Rhino, jij zit steeds te zeiken op Trump en zijn supporters, bla 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 bla. Zoals ik heb gezegd, iedereen is vrij om hun eigen mening te hebben over iets. En ik dus ook. En vind je het niet leuk wat ik zeg? So be it. Jannes de Vries zegt: Warren, Sanders, Clinton, Harris, Booker en Biden, dat zijn de potentiële kandidaten die de Democraten zeker niet moeten uitkiezen. Te veel hetzelfde als 2016. Dat zou opnieuw de overwinning aan Trump geven. Hopelijk komen ze met een van de naar verwachting vele anderen. Dat klinkt als een idee. Om iemand naar voren te duwen die ja
Die we niet in 2016 zagen. Want bij de presidentsverkiezingen van 2016, daar had Bernie Sanders wel goede ideeën. Maar de Democraten moesten daar niks van hebben. En dus schoven ze Hillary Clinton naar voren om zich te vertegenwoordigen. En deels omdat Trump vals heeft gespeeld, en deels omdat mensen niet wouden dat Hillary president werd, heeft Trump dus gewonnen in 2016. Nou goed. Nog één laatste reactie en dan hou ik op met deze opname. Want dit is een nogal overweldigend onderwerp. Dat is politiek altijd al geweest. In ieder geval, maybe human antwoord, goed nieuws. Een vrouw die je Trump-testosteron doet vergeten. Ik denk ook dat ze een goede kans maakt omdat ze van het kaliber een Bernie Sanders is. Daarbij is ze sterk genoeg om het kleine Trump nog eens een goede opvoeding te geven. Lijkt me duidelijk, Rhino's. In ieder geval, dat is eerst even genoeg politiek voor 2018. In 2019 gaan we maar weer eens verder met politieke zaken. In ieder geval, vanavond gaan we oud en nieuw vieren. En nadat het middernacht is geweest en het nieuwe jaar is ingeluid, dan praat ik jullie weer bij. Zo, de jaarwisseling zit er weer op. 2018 is geschiedenis en we leven nu in 2019. Yeah! Het vuurwerk gaat echt helemaal los hier buiten in Sint-Nicolaasgaar en omstreken. Het is gewoon echt een wilde nieuwjaarsparty hier buiten. Ik kan jullie in ieder geval vertellen, ik heb in 2018 zoveel avonturen beleefd op YouTube. Niet alleen met mijn familie en de mensen waar ik om geef, maar ook met jullie kijkers. Dus ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie me door dik en dun steunen. En dat jullie bij me zijn gedurende deze hele rit die ik ieder jaar maak op YouTube. Dus nogmaals, hartelijk bedankt en hopelijk zullen er weer heel veel nieuwe vlogavonturen komen in 2019. Nou goed, nog een paar dingen. Kijk elke vrijdagavond naar The Voice of Holland op RTL 4 om 8:30. Het is echt een super muziekprogramma. Super leuk om naar te kijken. En zoals jullie eerder in de vlog hebben kunnen zien, ben ik weer kaal. Mijn vader heeft me gisteren namelijk even onder de tondeuse gehad. Dus vandaar dat jullie het even weten. En hij heeft ook mijn baard weer even getrimd. Ziet er alweer een stuk beter uit, al zeg ik het zelf. Nou, in ieder geval, gelukkig nieuwjaar. En ik zie jullie allemaal weer bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik dus, zoals altijd, later.